Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 42. En daarvan het tweede en het zesde vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? We zingen Psalm 42, het tweede en ook het zesde vers. Thank you.
In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen doen we blijdenis van het christelijk geloof. Daarna zingen we van Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, het vijfde vers. Dat zingen we zo dadelijk, nadat we het geloof hebben beleden. We doen dat vanavond met de woorden van de 12 artikelen. En ik nodig u en jou uit om stil voor uzelf met mij mee te blijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We zullen samen bidden.
Heere, God van de hemel en God van de aarde, schepper van ons leven en van al wat leeft en beweegt. U die uzelf bekend gemaakt hebt aan Abraham. U die de God bent van de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. God van het volk Israël. God van het verbond. U die de vader bent van de grote zoon uit dat volk. Grote zoon van David. Jezus van Nazareth. Die wij als onze heiland en Here belijden. Als de Christus van de schriften, de Messias, de gezalfde, de hoogste profeet, de enige priester en de hoogste koning. Uw grote naam roepen we op deze zondagavond aan als we gekomen zijn in het kerkgebouw of ons verbonden weten thuis met deze dienst. En wij komen tot u om u te danken. U te danken voor wie u bent, u te loven, u te prijzen, u te eren en te aanbidden. U te danken ook voor het leven dat u ons hebt gegeven, dat een geweldig geschenk is, een zo kostbare gave, een zo wonderlijk bestaan. Maar het is ook een broos bestaan. Wij zijn breekbare mensen. En wij leven buiten het paradijs. Ons leven wordt getekend door de gebrokenheid, door verval en door vallen, eens en steeds maar weer. Maar u bent het die in ons gebroken en vervallen leven komt. Op zondag, in het gewaad van uw woord, als u de gemeente die naar de naam van Christus genoemd wordt samenroept, om op de dag van zijn opstanding uw grote daden te gedenken. En u bent het die in het midden van de gemeente soms water doet sprankelen van uw onmetelijke trouw en ondoorgrondelijke zondaarsliefde. U bent het ook die soms brood doet uitreiken en een beker doet rondgaan, wijn gedronken doet worden als tekenen en zegelen van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, opdat we gevoed zouden worden op de levensreis, in al onze gebrokenheid, in al onze kwetsbaarheid, in al ons verval en al onze zonden. Zo mocht het ook vandaag een avondmaalszondag worden. En hier in deze kerk staat de tafel nog als stille getuige van vanochtend, dat hier de woorden klonken dat uw Zoon zijn leven gegeven heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. U weet hoe het voor ons was, of we er waren of niet, of we er gebruik van maakten of niet. U weet van de bewegingen van onze ziel en de roeselen van ons hoofd. U kent ons en u doorgrondt ons. O grote God, wij bidden u ook voor vanavond, ontfermt u zich over ons. En als wij de stem van de spotters al horen die zeggen, waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? O, wij bidden u, u was onze hulp in al ons zielsverdriet. O God van ons heil, begeef, verlaat ons niet. Kom tot ons in het gewaad van uw woord. Kom tot ons met uw Heilige Geest. En doe ons vanavond u ontmoeten, dat wij onszelf in u vinden en dat u zich door ons laat vinden. En dat deze dienst op de zondagavond van deze avondmaalsdag mag zijn een dienst tot eer van u en tot opbouw van de gemeente en ons ten goede en tot verstrooiing en verbreking van het rijk van de boze. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
We gaan nu samen uit de Bijbel lezen. Ik lees ook vanavond uit het Johannesevangelie. En het is niet alleen een avondmaalszondag, maar het is ook de eerste Lijdenszondag. En dat maakt dat ik ervoor gekozen heb om te gaan lezen uit Johannes 16. Dat is in het evangelie naar de beschrijving van Johannes na het avondmaal, het laatste avondmaal voor onze meester met de zijnen. En het gaat vooraf aan de donkere uren van zijn gevangenneming, zijn lijden, zijn sterven. Johannes 16. We lezen daarvan vers 1 tot met vers 22. En daar horen we de Heer Jezus tegen zijn discipelen zeggen, en hij is al even aan het woord en aan het spreken en in gesprek met zijn leerlingen. Maar dan horen we hem zeggen, Johannes 16 vers 1, dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. En die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet me niet. En weer een korte tijd en u zult me zien. Want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet me niet en weer een korte tijd en u zult me zien en want ik ga heen naar de Vader. Ze zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? We weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat ze hem dit wilden vragen. En hij zei tegen hen, vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb een korte tijd en u ziet me niet en weer een korte tijd en u zult me zien? Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen. Maar de wereld zal zich verblijden. En u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft ze droefheid omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weerzien en uw hart zal zich verblijden. En niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Tot zover de schriftlezing voor vanavond. Ik heb nu voor u de volgende afkondigingen wat betreft de collecten in deze dienst. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de voedselbank. U kunt
kunt geven op de manieren die voor velen van u ongetwijfeld onmiddellijk bekend zijn. Digitaal, via de gift-app, rekeningnummers van diaken en kerkrentmeesters. En hier in de kerk worden de liefdegaven ook ingezameld in de potten die bij de deuren staan. We willen u tevens herinneren aan de diaconiecollecte van volgende week zondag voor de noodhulp aan Turkije en Syrië. We bevelen dus de collecte van vandaag en van volgende week in uw milddadigheid aan. Verder Lois, op woensdag 22 februari hopen we u en jou weer te ontmoeten bij het vrouwencontact Lois. Deze keer hoopt Esther de Boer te komen spreken over bewust leven met minder bezit. De ochtend wordt gehouden in het anker van 10:15 tot 11:30 ochtends. En voor de kleine kinderen is er oppas in de benedenzaal. Voor meer informatie zie kerkbode of website. We zien uit naar uw en jouw komst. En op donderdag 23 februari komen de lidmatenkringen weer bij elkaar. En naar aanleiding van Efeze 6, vers 17a, zal het gaan over de helm van de zaligheid. Graag ontmoeten we elkaar weer. De jonge lidmaten onder leiding van dominee Westland en de 35-plus-kring onder mijn leiding. Tot zover deze afkondigingen. We gaan met elkaar nu zingen. En dat doen we in verband met de preek van zo dadelijk. En het woord dat vanavond centraal zal staan uit Psalm 119. En daarvan vers 62 om te beginnen. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En vers 74 ook. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. We zingen Psalm 119, vers 62 en 74.
Straks na de preek zingen we opnieuw uit deze psalm, psalm 119 en dan vers 25. Dus ons amen op de prediking zingen wij met psalm 119, het 25ste vers, zonder dat dan opnieuw aan te kondigen. Gemeente, tekst voor de preek is uit Johannes 16, wat we gelezen hebben, de versen 19 en 20, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt: vraagt u zich onder elkaar af wat het betekent dat ik gezegd heb een korte tijd en u ziet me niet, en weer een korte tijd en u zult me zien? Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Tot zover de tekst. Het thema van de preek is om te huilen. De laatste keer dat ik hier op deze preekstoel stond van de Oude Kerk, half januari, preekte ik hier over de woorden: zo lief heeft God de wereld gehad. Dat was toen mijn laatste preek in een kleine serie van vier over die geweldige Bijbeltekst van Johannes 3, vers 16. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. O, de liefde van God voor de wereld. Deze wereld. Deze wereld waarin zoveel onrecht is, zoveel ongerechtigheid, zoveel ongeloof en zoveel goddeloosheid. De wereld is zo slecht. De wereld. O, dat is niet de grote boze buitenwereld. Nee, de wereld, dat ben ik natuurlijk zelf. Want ik ben, net als u en jij, wij zijn met elkaar. Wij zijn allemaal, ieder voor zich, wij zijn wereldlingen. Door en door wereldse mensen. En natuurlijk, je kan heel veel moois over mensen vertellen. Laten we het ook vooral doen. Het goede dat er is aan elkaar vertellen. Zoveel moois over mensen. En toch altijd weer, vroeg of laat, blijkt dat wij zulke slechte mensen zijn. En dat al onze beschaving ergens maar een heel dun laagje is. En dat we vooral, als het erop aankomt, dat we vooral zo heel egoïstisch zijn. Altijd dat ikke en de rest kan stikken. De wereld. Maar God, die zijn naam laat verkondigen op deze aarde, die zichzelf bekend maakt aan ons mensen. God laat verkondigen dat hij zoveel van de wereld houdt. Dat hij zoveel van de mensen houdt, onbegrijpelijk, zoveel. En hij heeft werkelijk alles voor ons over, voor ons die van de wereld zijn. Hij heeft werkelijk alles voor ons over, zelfs zijn enige geboren zoon. Hij heeft hem gegeven aan ons, om ons te redden. Om door hem, door zijn zoon, voor ons vergeving te bewerken en verlossing te schenken. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden is hij gegeven, de enige geboren zoon van God, en tot heling van al onze wonden. En wij kunnen geen groter cadeau krijgen. Never, nooit, bestaat niet. Groter, kostbaarder, duurder, dierbaarder, mooier geschenk is niet mogelijk. Zo lief. O, zo lief heeft God de wereld gehad. En moet je nu eens horen. Moet je nu eens horen vanavond dan. Daar hoor ik de stem van onze meester. Daar hoor ik de stem van de Zoon van God. De enige geboren Zoon van de Vader. Hoor eens wat hij zegt. Hij zegt: de wereld zal zich verblijden. Die wereld weer. De kosmos. Het is avondmaal.
Ze zitten nog aan tafel. Ze, Jezus met zijn leerlingen, dat wil zeggen 11 van de 12, want Judas is al eerder weggegaan, die had nog wat te doen of zo. En met de 11 die overgebleven zijn, is Jezus aan het natafelen. En hij is van alles aan het vertellen aan zijn discipelen, van alles. Dit, dat. Het is vooral een soort afscheidswoord. En daar zegt hij, zo sprekend met zijn discipelen, daar zegt hij, de wereld zal zich verblijden. Ja, natuurlijk denk je bij jezelf, want God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Natuurlijk, de wereld zal zich verblijden, de wereld is super blij met Jezus. Omdat God, de hoge God, de heilige, de rechtvaardige, omdat hij door Jezus en in Jezus laat merken dat hij de wereld zo lief heeft. Natuurlijk denk je dan. De wereld zal zich verblijden. Oh, oh, oh. Niet te snel. Vergis je niet. Niet bij het horen van een enkel woord al denken dat je het helemaal wel begrijpt. Dat doen we heel vaak, hè? Ook gewoon als mensen onderling. Vang je een paar woorden op, hè? Dan begint de een te praten. En je hoort een paar woorden en je denkt, oh ja, ze is zo. Dan zegt de ander, joh, luister nou eens goed. Je hoort helemaal niet wat ik zeg. Doen we soms ook met de Bijbel, hè? Vang je een half woord op en denk je, oh ja, zo, zo. Maar luister nou eens goed. Vanavond ook, als je denkt, de wereld zal zich verblijden. Ja, natuurlijk denk je, de wereld zal zich verblijden, want God heeft de wereld zo lief. Maar wacht nu eens, niet zo snel. Heb je gehoord wat Jezus hiervoor zei? Net, en nog maar net, en ook al eerder, een paar keer. In onze schriftlezing hebben we het gelezen, maar ook eerder kwam het al te sprake in het gesprek dat Jezus voert met zijn discipelen. In een van de vorige hoofdstukken in onze Bijbelvertalingen staat dat hij zegt, lieve kinderen, kinderkens. Ik zal nog maar kort bij jullie zijn. Kort. Nog maar even. Heel even. Een klein tijdje. En dan... Oh, u zult me niet zien. Die 11 die daar aan de avondmaalstafel zitten, voor hen is het geheimtaal wat Jezus zegt. Voor ons niet. Ze weten natuurlijk nog niet wat er allemaal te gebeuren staat. Wij wel. Zij staan er nog voor. Wij staan erachter. En wij zien hier natuurlijk al de schaduw vallen van het kruis. De schaduw van het kruis valt met deze woorden over de avondmaalstafel. Hè? Je ziet als het ware een schaduw vallen over de avondmaalstafel. Het is de donkere schaduw van Goede Vrijdag die over de avondmaalzaal valt. Het lijden en sterven van de Heer Jezus werpen hun schaduw reeds vooruit. Straks, zegt hij, straks zullen jullie mij niet meer zien. Straks dan ben ik gestorven. Straks ben ik begraven. En, zegt hij dan, voorwaar. Voorwaar. Hij zegt het met nadruk hier. Ik zeg u, de wereld zal zich verblijden. Dat is wat. Laat het eens tot je doordringen, dat is wat. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En straks is die zoon van God er niet meer en de wereld zal er blij mee zijn. Dat is wat. Er blij mee zijn als je Jezus niet meer ziet. Als je niet van Gods zoon wil weten. Als je niets met hem te maken wil hebben, er blij mee zijn als je hem niet meer zult zien. Nog even en u zult me niet zien en de wereld zal zich verblijden. Ja, je hoort de wereld al aan de verte roepen. Ha, dat hebben we voor elkaar. Daar zijn we vanaf. Met die Jezus van Nazareth zijn we voorgoed klaar. Gelukkig, niemand niet meer zoals hij ons zegt dat wij verkeerd bezig zijn. Niemand meer zoals hij die bij ons zo nauwkeurig het kwade in ons leven aanwijst en de zonde benoemt. Ha, die zien we niet meer. Ja, je hoort ze in de verte al juichen en zich verblijden. Herkennen we het niet?
De wereld zal zich verblijden. Nog even, en u zult me niet zien, en de wereld zal zich verblijden. In onze maatschappij, 2023. In onze maatschappij hoor ik ook stemmen die met veel plezier de laatste resten van het christendom proberen op te ruimen. En ik hoor soms mensen die er geen geheim van maken, die het openlijk zeggen, hardop, voor de camera als het moet, die er geen geheim van maken om blij te zijn dat we als samenleving nu eindelijk van Jezus af zijn en dat het met de kerk ook een stille dood lijkt te gaan sterven. De wereld zal zich verblijden. Ach, dan kan ik het wel over stemmen hebben in de maatschappij en in mensen, in de samenleving. Maar misschien kan je het beter maar over jezelf hebben. Wijzen naar een ander is altijd wel erg makkelijk. Misschien moeten we vooral de hand maar naar eigen boezem steken. Heb je het zelf wel eens in het gewone leven? Dat je iemand eigenlijk liever niet meer ziet? Denk eens even na, heb je dat? Dat je zegt, nou, die zie ik liever maar niet meer. Kan gebeuren, toch? Om het een of het ander. Dat je zegt, nou, ik ben blij dat ik die en die nooit meer zie. Heb je het misschien ook bij Jezus? Dat je hem ook liever niet ziet? En zeg je, we zitten hier in de kerk, hoor. Ik ben hier voor niks gekomen. Ik zit hier niet zomaar. Ja, en toch? Ik preekte zelf een paar keer uit het Johannes-evangelie, uit Johannes 3, vers 16. Hè? Daarna over Johannes de Doper, vanuit Johannes 1. Vorige week preekte ik ook vanuit het Johannes-evangelie, over de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. En Johannes de Doper en die Samaritaanse vrouw waren twee mensen die los van elkaar Jezus aanwijzen. En tegen de mensen zeggen, zie! He? Ze zien Jezus, ze komen hem tegen, ze ontmoeten hem en ze zeggen tegen anderen, zie. En ik probeerde dat in mijn preken over te nemen en na te doen. Ik praatte hen maar na, als een papegaai stond ik op de preekstoel en ik zei ook, zie. En ik probeerde Jezus aan te wijzen en ik riep in de gemeente het uit, kijk je ziel zalig. Zie, riep ik, zie. Zie daar, zie de Christus. Maar u, jij, voor zover je die diensten tenminste hebt meegemaakt, maar het kan ook in andere diensten, in het algemeen, als in kerkdiensten Jezus wordt aangewezen, aangeprezen, maar u, jij, je dacht misschien bij jezelf, en je denkt misschien wel eens bij jezelf ook in de kerk, zo in de bank, wat staat die man op de preekstoel zich toch allemaal druk te maken daar? Moet je hem nou horen, hè? Zoals bij mij, met dat zie, zie, zie. En je denkt bij jezelf, ik zie helemaal niemand, man. En je denkt er stil achteraan, ik vind het nog wel best ook. Want waarom zou ik nou Jezus moeten zien? Ik red me zonder hem ook wel. Mijn leventje gaat best. Ik vind het allemaal wel best. En ik ben eigenlijk maar blij dat ik Jezus een beetje buiten mijn leven kan houden. Ik wil best een beetje naar de kerk gaan, zeg je misschien. Ik wil best bij de kerk horen. Ik wil best bij het christendom horen. Maar het moet niet te worden. Ik wil ook een beetje mijn eigen leven kunnen leven. Je zegt misschien wel eens al dat Jezus gedoe. Misschien heb je een moeder die heel veel van de Heer Jezus houdt. En dat laat ze merken. Je zegt, maar hou nou toch op over die Jezus. Al dat Jezus gedoe, denk je bij jezelf. Ik hou er niet van. Ik moet er niks van hebben. En je denkt in de kerk misschien wel eens bij al die preken die je hoort. Dan denk je, veel te opdringerig. Sommige dominees zijn zo opdringerig en ze praten zo dwingerig. Laat me een beetje met rust. U zult me niet zien, zegt de Heer Jezus, en de wereld zal zich verblijden. Zo lief heeft God de wereld gehad, hè? Onvoorstelbaar lief, zo lief, dat hij zijn enige ervoor over had. Maar de wereld doet en wijst de liefde van God af en is blij als ze denkt dat ze van Jezus af is, verlost. Ik heb voor mijn liefde haat behaald, zingt een oude psalm. Gaat het misschien over u? Slaat het misschien op jou?
De wereld zal zich verblijden als ze Jezus niet ziet. Jezus weg. Er blij mee? Gaat het misschien over jou, over u, over mij? Kan ik maar één ding zeggen vanavond? Het zijn wel heel geladen woorden, vanuit de schrift ook. De gevolgen zijn voor jezelf. Nog even, en u zult me niet zien, en de wereld zal zich verblijden. En Jezus kijkt de kring eens rond. Zijn discipelen, zijn volgelingen. Hoe zijn ze het eigenlijk geworden? Op verschillende manieren. Er waren er een paar die hebben het Johannes inderdaad horen roepen, Johannes de Doper. Zie het Lam van God. En ze hebben gekeken waar Johannes zo met zijn vinger heen wees. En ze zijn gegaan en ze zijn gekomen en ze zijn Jezus gaan volgen. Wat een woordje kan doen, hè? Dat de een zegt zie en de ander kijkt en ziet en gaat. Jezus kijkt de kring rond, ja, en daar een ander. Iemand zei tegen hem, kom en zie. En hij is gegaan naar Jezus toe. En hij heeft met eigen ogen gezien en heeft ontdekt en gemerkt dat inderdaad Jezus van Nazareth de Zoon van God is. En zo is het misschien ook ons vergaan. Zoals je hier vanavond in de oude kerk zit of thuis. Zo is het misschien ook jou overkomen. Of u. Je hoorde misschien ooit vanuit de schrift dat woord van Johannes de Doper dat hij zei, zie. Of je hoorde misschien vorige week de stem van die Samaritaanse vrouw dat ze zei, kom. Zie, of je hoort in je leven, weet ik hoeveel dominees op de preekstoel en ze wezen Jezus aan en ze prezen Jezus aan en ze schilderden hem uit. Of er was iemand anders in je leven, gewoon onderweg, misschien wel hier op de boulevard of weet ik waar, en die zei tegen je, joh, Jezus, heb je wel eens van hem gehoord, ken je hem? En er waren stemmen in je leven die riepen je op tot geloof, tot bekering. Je werd uitgenodigd om tot Jezus te gaan of je las in je Bijbel. Of hoe dan ook, op de een of andere manier kwam je in aanraking met Jezus. En van binnen, ach, je kan het vaak niet eens navertellen, maar van binnen, er gebeurde wat. Er gebeurde wat en je zag hem en je begon wat in hem te zien. En je bent hem gaan zoeken, je wilde meer van hem weten. Je vertrouwde jezelf op een dag aan hem toe. Met al je fouten, al je gebreken, dat je dacht, ja, maar dit en toch, je vertrouwde jezelf aan hem toe. Met alle lek en gebrek. En je werd leerling van hem, volgeling. En het begon alsmaar meer in jezelf te geloven, dwars tegen al het ongeloof in. En je wist je genodigd aan het avondmaal komt, want alle dingen zijn gereed. Herken je er wat van? Jezus kijkt de kring eens rond, daar zijn ze gekomen, zie. En ze kwamen tot hem. Herken je er wat van? Graag richt ik me dan nu tot u. Ik wil vanavond heel onderscheiden preken, weet u? Voor zullen we maar zeggen, voor twee soorten mensen. Omdat Jezus dat hier in dit woord ook doet. Aan de ene kant zegt hij, de wereld zal zich verblijden. Aan de andere kant zegt hij, maar u. Twee soorten mensen. En een tussenvariant is er niet. Dat mag ons te denken geven. In dit woord van Jezus is er geen tussenweg. En geen tussenversie. Waar zit je nou vanavond? De wereld zal zich verblijden. Maar u, Jezus kijkt de kring rond, u. Herken je er wat van dat Jezus in je leven kwam? Op de een of andere manier en je komt niet meer los van hem? Maar Jezus kijkt de kring rond en hij zegt nog even, kort. Zoals je soms staat, als je met elkaar spreekt en de een of de ander gaat weg. En je zegt, nou heel kort, even dit, nog even, kort. U zult me niet zien, nog even, u zult me niet zien. En voorwaar, ik zeg u, de wereld zal zich verblijden. Maar u zult huilen en weeklagen, u zult bedroefd zijn. O, de wereld wordt blij zonder Jezus. Maar de discipelen van Jezus, zij die bij Jezus horen, die aan hem zijn gaan hangen. Die zijn verdrietig zonder hem. Ze zijn triest. Ze worden treurig. Straks op Golgotha staan ze als trieste mensen. Daar hangt hij, hun meester. En de massa loopt joelend en juichend voorbij. Ha, ha, als u de Christus bent. De wereld zal zich verblijden, ja.
Maar zij staan er verdrietig bij, op Golgotha, als hij sterft en zijn laatste adem uitblaast. En straks is het een zielig hoopje mensen dat naar de hof van Jozef van Arimathea komt. Die kleine privébegraafplaats waar Jezus het graf gekregen heeft. U zult huilen en weeklagen, bedroefd zijn. Ja, daar loopt een vrouw in de hof van Jozef van Arimathea. Ook zij is een van de volgelingen van Jezus. Ze loopt daar rond met tranen in de ogen, mist voor het gezicht. Ze ziet niet helder meer. Tranen biggelen over de wangen, ze huilt tranen met tuiten. Ze is een rouw gedompeld. Maria Magdalena, verderop in het Johannes-evangelie. U zult bedroefd zijn. Ja. Maar, zegt Jezus erbij, uw droefheid zal tot blijdschap worden. Binnenkort, nog even, straks. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ja, denken wij dan. Of niet? Ja, denken wij dan. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat gaat gebeuren straks na het sterven van Jezus. Binnen 3 dagen. Als het Pasen wordt. En als het voor de discipelen met Pasen op een gegeven moment ook echt Pasen mag gaan worden. Als zij de blijde boodschap horen dat hij is opgestaan uit de doden. En dat ze zien en geloven dat hij echt leeft. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ja, denk je, nog even. Binnen 3 dagen straks na zijn sterven. Of ja, denk je. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat gaat gebeuren straks. Na het sterven van Jezus binnen 6 weken met Pinksteren. Als de harten van de discipelen vol raken van de Heilige Geest. En vervuld raken van geloof. En dat hun ogen werkelijk open gaan. Dat de schellen van de ogen vallen voor wie Jezus nu echt is. En wat de betekenis, de volle, diepe, rijke betekenis is van zijn lijden en sterven en opstanding. Uw droefheid zal tot blijdschap worden als het Pinksteren wordt, straks na zijn sterven, binnen 6 weken. Dat is toch ook waar Jezus het over heeft in dit gesprek, als hij zegt, als ik heen ga, dat is goed voor u, want dan kan de Trooster komen. De belofte van de Heilige Geest. En als de Trooster komt, dan uw droefheid zal tot blijdschap worden. Ja, denk je, met Pasen, met Pinksteren, nog even. En zo is het nog steeds, gemeente, ook in 2023, als het Pasen wordt in je leven. Als het echt Pasen wordt, heb je wel eens echt Pasen gevierd? Niet zomaar Pasen omdat het Pasen is, maar echt Pasen gevierd? Dat het Pasen werd, opstandingsfeest in je hart? Als je overtuigd wordt dat Jezus werkelijk opgestaan is uit de dood en alle macht van nood en dood gebroken heeft. Uw droefheid zal tot blijdschap worden. Dat je het werkelijk zingen kon, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Of als het nou eens echt Pinksteren wordt, als je echt bezield wordt door de Heilige Geest, als het klein Pinksteren wordt in je leven, als de Geest je vervult, dan, oh ja, dan geen droefheid meer, hè. Dan geen droefheid meer, maar blijdschap. Dat je als een kind zo blij wel zingen kunt. Blij, blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij. Ken je er misschien iets van, uit eigen ervaring? Ja, maar die droefheid, hè? Dat huilen, dat klagen, dat ach en wee. Soms doet men voorkomen alsof dat er niet meer mag zijn en dat er niet meer is in het leven van een christen. Ik hoor vaak genoeg mensen zeggen dat een christen vooral altijd maar blij moet zijn. Altijd blije mensen. En altijd met een blij gezicht en een smiley op je gezicht. En altijd maar blij doen. En altijd vol geloof en vol zekerheid en vol grote woorden. En voor mij als predikant wordt toch wel heel vaak verwacht dat ik een vlotte pep talk kan houden over het geloof. Dat het altijd zo fijn is om te geloven. En altijd zo geweldig om te geloven. En altijd zo geweldig bemoedigend. En zo houden wij nogal gauw een wat opgepept en opgepimpt geloof op na. Maar
Maar het doet niet altijd recht aan de praktijk van het leven van het geloof in het hier en nu. Want het leven van het geloof wordt in het hier en nu nog zo vaak getekend door het gemis. Het is zo vaak om te huilen. Ach, vanochtend bijvoorbeeld. Misschien ben jij aan het avondmaal geweest. Misschien zat je daar en deed het je niks voor je gevoel, dat kan. Maar misschien had je het er heel goed, was het echt heel kostbaar. Bij woord en brood en beker, de dood van de Here te gedenken, dat Jezus Christus daarin zo dichtbij was in de tekenen van het sacrament. En dat je zegt, het was zo'n rijke avondmaalsdienst. Maar je was amper buiten of je was het alweer kwijt. En zondagmiddag was het herrie in de tent, misschien thuis alweer. En je denkt, daar gaan we. Of je denkt, ja, morgen moet ik weer vol aan de bak. Hoe houd ik het vast? Ach. En die preken van de afgelopen weken, als ik aan mijn eigen preek even denk dan. Dat gehamer van mij met steeds maar zie, zie, zie. Je kon misschien wel huilen terwijl je het zat aan te horen. Dat je dacht, oh dominee, ik zou zo graag Jezus willen zien. Ik zou het zo graag willen. Maar voor mij blijft het zo onwezenlijk. Zo ongrijpbaar. Zo ver. Ik kan er echt niet bij. Ik kan het niet vatten. Ik kan het niet pakken. Is het wel voor mij? Op Pasen en Pinksteren hebben de droefheid nog niet geheel uit het leven genomen en gebannen. En ik las ergens naar aanleiding van deze tekst. Dat iemand schreef, de persoonlijke afwezigheid van Christus, hè, dat hij als persoon, als levende persoon, als lijfelijke persoon afwezig is, dat moet wel droefheid zijn voor alle ware gelovigen. Want geloven, hoe mooi het ook is, is niet hetzelfde als zien. En hoop, hoe rijk het ook is niet hetzelfde als vaste zekerheid. En bidden, hoe kostbaar het ook is niet hetzelfde als spreken face-to-face, van aangezicht tot aangezicht. Zelfs, las ik daar, zelfs in de harten van de heiligste gelovigen is er iets dat nooit geheel vervuld zal zijn, zolang zij op de aarde zijn en Christus in de hemel is. Dat. De droefheid is nog niet geheel verbannen. En toen ik deze preek zo aan het uitwerken was en aan het voorbereiden met het oog op vandaag, was afgelopen vrijdag, ik probeer dat op vrijdag altijd te doen, toen moest ik opeens denken even aan de dag ervoor, afgelopen donderdag. Toen hadden wij onze ouderenochtend van de wijk in het Anker. Al een mooie ochtend met elkaar. Het was gezellig en goed elkaar te ontmoeten. En op een gegeven moment was er zelfs echt een vrolijke bedoening. We hebben echt heel erg gelachen, weet u. We hebben echt heel erg gelachen. Onder de verhalen die we hoorden die ochtend hebben we werkelijk zitten schudden van het lachen soms. En ik keek af en toe de zalen in. En het was echt een prachtig gezicht. U had het moeten zien. Al die lachende gezichten. Maar bij sommigen dacht ik, zo rondkijkend, bij sommigen leek het toch niet echt helemaal van harte te gaan. Een beetje lachen tegen heug en meug. Er bleef een soort schaduw over het gezicht liggen. De last van het leven, dacht ik bij mezelf, liet zich niet helemaal verjagen en ook niet helemaal weglachen. En ergens, zo dacht ik bij de voorbereiding op deze dienst, ergens dacht ik, is het zo ook in het leven van het geloof, in de praktijk van het leven van het geloof. Die droefheid. Oh, wat heerlijk als God blijdschap in het hart geeft. Dat is echt heerlijk, hè? Als God blijdschap in je hart geeft. Wat heerlijk als de Heilige Geest je volmaakt van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, als je daarvan iets mag kennen. Het kan soms echt iets van de hemel hebben. Zo'n rijkdom, zo'n overvloed, zo'n troost, dat je zegt zalig. En dat je zegt, ik wou dat ik het kon vasthouden. Maar, en dat las ik ook bij diezelfde van wie ik het net ook wat citeerde. Maar wij wonen nog steeds in dat verderfelijke lichaam, hè? Dat hoef je niet te lezen bij een ander, dat merk je ook aan jezelf. Wij wonen nog steeds in een verderfelijk, in een vergankelijk lichaam.
En er zijn nog zoveel raadsels in ons bestaan. En de schepping steunt en kreunt aan alle kanten. Een aardbeving hier, een cycloon daar. Die ijskap, noord en zuid, die als razende lijken te smelten. Die droogte en honger in Afrika en steeds meer landen. De schepping zucht en je geluk, je vrede, je blijdschap, oh, het is nog lang niet volmaakt. En dat grote wereldnieuws is soms ver van ons bed en ver van huis. Maar je eigen kleine leven heeft ook al genoeg. Kreunt. En kraakt. Soms aan alle kanten. Deed me ook denken aan Romeinen 8. Ook omdat ik daar de laatste weken wat mee loop in verschillende verbanden. Maar dan kom je dat ook zo tegen, hè? Die donkere dingen. Dan schrijft de apostel dat, de apostel van Jezus Christus, gedreven door het vuur van de Heilige Geest, schrijvend aan de gemeente te Rome. Maar ook daar, die donkere dingen. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, de zinloosheid. Dat je denkt, waar is het nou eigenlijk allemaal goed voor? Wat heeft het voor zin? Het zuchten van de schepping als in barensnood, schrijft Paulus. En dan zegt hij er gelijk achteraan, en dat niet alleen, maar ook wij, hè? Ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf, diepe, diepe zuchten. Want we zijn in de hoop zalig geworden en wij hopen wat we niet zien. De droefheid is nog niet geheel weg. En ik bedenk wat de Heer Jezus ook zegt hier verder tegen de zijnen aan de avondmaalstafel en de beschrijving van Johannes. Hij spreekt tegen zijn discipelen over verdrukking. Hè? Hij bereidt ze voor. Hij zegt, er komt een donkere tijd, jongens. Verdrukking, vervolging. Er komt haat los. Er komt vijandschap op jullie af. En de wereld gaat zich dus verblijden in mijn afwezigheid. De wereld gaat los als ik er niet ben. De wereld lacht. De wereld lacht de mensen uit ook die bij Jezus Christus willen horen. En wij begonnen vanavond niet voor niets met Psalm 42. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen, dag en nacht. Daar mijn spotters durven vragen, waar is God op wie gebouwde? En aan wie ge uw zaak vertrouwde? Je hoeft geen melancholiek figuur te zijn of een zwaarmoedig mens om zulke dingen te herkennen uit het leven. Al is elke mens wel anders. En zal niet elk dat in deze mate of andere mate herkennen. De een tilt zwaarder dan de ander. En de een gaat er dieper door dan de ander, dat is waar. Maar het tekent wel het leven van de volgelingen van Jezus op aarde. Allerlei nood en leed en pijn en smart. En soms lijkt het juist bij Christen nog wel harder aan te komen van binnen dan bij anderen. Omdat je juist Jezus zo mist, zijn tastbare aanwezigheid. En dat je hem niet ziet. Oh, dat kan je zo verdrietig maken, dat je denkt, ik zou zo graag willen dat ik Jezus echt een hand kon geven. Of dat ik werkelijk voor zijn voeten kon neervallen, dat ik hem kon vasthouden. Het kan je zelfs in grote vertwijfeling brengen. In verwarring ook, in diepe aanvechting. Want in Christus mogen we de Heere God kennen, hè? Christus, dat is God kennen. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn Zoon gegeven heeft. In Christus mag ik de Heere God kennen. God is groot. Hij is een geest, hij woont in een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien. Maar in Christus mag ik God kennen. Maar als Christus er nou niet is, als ik hem niet zie, als ik het zicht op hem moet missen, als ik hem kwijt ben, dan kan je vrezen, ja, maar is God er dan nog wel? En is God er nog wel voor mij? Dan moet je het zonder God doen, kan je soms vrezen. En in Christus mag je weten van Gods nabijheid en zijn goedheid. Maar als Christus er niet is, als je hem niet ziet, wat moet je dan? Als je meester, je heiland, je heren, je innige geliefde er niet is, wat moet je dan? Soms hebben mensen het al in aardse relaties, hè? Gewoon. Als je zielsveel van elkaar houdt, maar de een is voor een verre reis weg, een week of weet ik het wat, dat de ander thuis zit, dat hij denkt, ja maar zou het allemaal wel echt zijn? En is de liefde wel echt? En hoe gaat het nu? Maar als je Jezus niet ziet, Jezus die mijn ziel bemint, als ik hem niet kan zien, oh wat dan? Alles staat op het spel en alles kan geschudden, juist in de stormen van het leven. Dat je soms bijna in een diepe afgrond lijkt weg te zinken en dat je in huilen uitpast. Want alles staat dus op het spel. Met Christus staat of valt alles. U zult me niet zien, u zult bedroefd zijn, weeklagen, huilen. En nog wat.
kwam ik ook tegen, zo lezend in de voorbereiding op deze dienst, rondom deze tekst. En ik weet niet of Johannes dat nou zo bedoeld heeft met schrijven. Maar het raakte mij wel. Dat iemand zegt, ja, aan deze droefheid waar Johannes hierover schrijft, is niet zomaar een voorbijgaande stemming. Hè? Dat heb je soms, dat je zegt, oh, ik ben een beetje verdrietig vandaag. Ja. En morgen ben je weer vrolijk, hè? Stemming. En stemmingen kunnen wisselen, soms van het een op het andere moment. Ja. Maar dat iemand zei, het is niet zomaar een droefheid van een voorbijgaande stemming. Het is een heel diepe droefheid, omdat Jezus sterven moet. U zult me niet zien, maar dat is niet zomaar. Dat moet gebeuren. Want voor hem is op deze aarde geen plaats. En hoe komt dat? Dat komt omdat wij wereldlingen hem massaal wegduwen en hem wegwerken en hem wegwensen, verwensen. Dat we roepen, weg met hem, kruisig hem. En zelfs zijn discipelen, hè, die hier aan zijn voeten liggen, bij de avondmaalstafel, zelfs zij laten hem in de steek als het erop aankomt. Ze laten hem gevangen genomen worden. Ze vluchten, ze slapen. Dat is het ergste. Dat is het ergste. U zult mij niet zien, zegt Jezus. We zullen hem niet zien omdat wij het zijn. Omdat wij het zijn die hem de dood injagen. Dat is het meest trieste, om te huilen. En als je daarover nadenkt, zal het je hart verpletteren en verbrijzelen. Dan ga je kapot aan verdriet. Dat mag je tot bittere schuld zijn. Wij wijzen Christus af. Zelfs als je zegt, ik ben van hem. Zelfs dan laten we hem gaan in de donkere nacht. Is dat niet wat ons het meest mag doen huilen en weeklagen? Dat wij, wereldlingen, hem de dood injagen? Hebben we daar al oog voor gekregen, gemeente? Hebt u daar al oog voor gekregen? Jij, ik. Ik vraag het ook voor mezelf af. Heb ik daar eigenlijk wel oog voor gekregen? Dat we Christus niet zien. Dan kan je ach en wee huilen, maar het is ook eigen schuld. Het is eigen zonde die hem doet lijden en sterven. En voor ons zoveel pijn en verdriet teweeg brengt. Zo is het om te huilen in de praktijk van het leven van het geloof. Vertelt Jezus al aan de avondmaalstafel. Aan de ene kant staat het woord van de apostel. Verblijd u in de Here. Wederom zeg ik u, verblijd u in de Here te alle tijd. Zeker, verblijd u. Aan de andere kant mag je ook zeggen, er is veel reden tot tranen. En als je niet altijd blij en niet altijd een blije christen bent, dan is dat dus zo vreemd niet. Dat is wat onze meester zelf al voor zegt. Ronduit en eerlijk. En met grote nadruk, voorwaar, ik zeg u, dat u zult huilen en weeklagen. Maar hij zegt dus ook, en u wou misschien al tegen me zeggen, dominee, vergeet dat niet, hè. Hij zegt ook, uw droefheid zal tot blijdschap worden. En dan vergelijkt hij het met een bevalling. Als een vrouw aan het bevallen is. Als een kind geboren wordt. Dan heeft een vrouw droefheid, zegt onze meester. Is het droefheid? Wat is het? Het is angst. Spanning. Het is diepe nood. Dan kreunt ze. Dan krimpt ze ineen. Je hebt het misschien zelf meegemaakt. Dan roep je misschien tussen de weeën uit. Ik wist niet dat het zo zwaar zou zijn. Of dat je zegt, ik wist niet dat iets zoveel pijn kon doen. En voor het gevoel lijkt het misschien wel een eeuwigheid te duren, een bevalling. Je moet er doorheen. Je moet er doorheen. Ja, dat kunnen ze allemaal zeggen, maar als je het meemaakt. Maar als het kind geboren is, als de laatste persweeën voorbij zijn en als het goed gegaan mag zijn, daar zeggen we ook wat, hè? Als het goed gegaan mag zijn. Maar je drukt het kind aan je borst als het goed gegaan mag zijn. Oh, zegt de meester, dan denkt zo'n vrouw niet meer aan de benauwdheid vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Dan is de laatste wee amper voorbij. Of, als alles goed gegaan mag zijn, het hart is al vol blijdschap en dankbaarheid. Ik heb al menig moeder horen zeggen. Als het geboren is, ben je het gelijk vergeten. Al weet ik ook dat het zijn bij wie het anders is gegaan. Maar als het goed mag gaan, als het geboren is, ben je het gelijk vergeten. Zo is het ook met de droefheid van een christen. Laten we ook dat vanavond wel zeggen. Straks, ach, het kan een eeuwigheid lijken te duren voor je gevoel, maar straks is het voorbij. Straks wordt uw druk verwisseld in geluk.
Straks maken de tranen van verdriet plaats voor tranen van vreugde. Straks wordt droefheid tot vreugde. Dan is alle leed geleden. Dan wordt alle weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Dan zullen allen die van Christus zijn en hem toebehoren, die zijn verschijning hebben liefgekregen, dan zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht. En hij zal alle tranen van de ogen afwissen. O, misschien, gemeente, ik ga stoppen. Maar misschien zijn vandaag op deze avondmaalszondag, op deze eerste lijdenszondag, gemis, verlangen, heimwee weer gevoed. Dat je juist na het avondmaal en juist rond het avondmaal zo die tastbare en gevoelige aanwezigheid van onze meester mist. Dat je vandaag of morgen wel met tranen in de ogen zit of vannacht met tranen op bed ligt en dat je denkt, o Heere, ik zou u zo graag willen zien. Hoe lang moet het nog zo? Hoe lang duurt de reis nog door dit aardse tranendal? O gemeente, ik mag u zeggen, op last van mijn meester, laat dit u troosten. Nog een korte tijd. Vraag me niet op de horloge of op de kalender aan te wijzen hoe lang. Maar de Heere zegt nog een korte tijd, nog even, straks. De droefheid is van voorbijgaande aard. En het zal niet opwegen. O, troost u, dit van nu zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Jezus zegt, u zult mij zien. En dan is alles goed. Amen.
gaan samen bidden en onze voorbeden willen denken aan mevrouw Elf van der Plas van Duivenbode van de Haven 70. Zij kreeg een terugval en is door ziekte weer op bed terechtgekomen. Denk aan de heer B. Ouwehand van de Liestraat 1. Hij onderging dit keer een geslaagde operatie. Denk ook aan Marco en Corinne Meivogel van Rijnmond 74, van wie een vader, schoonvader en opa Meivogel gestorven is. Laten we samen bidden. Heren, in naam van uw Zoon komen wij tot de troon van uw genade en bidden we voor elkaar. Brengen we de zieken voor uw heilig aangezicht. Al degenen die operaties ondergingen, die ziekenhuisuitslagen kregen, die te maken hebben met behandelingen en kuren. We bidden voor onze zieken thuis. We dragen de psychisch zieken aan u op. We bidden voor elkaar als we om elkaar heen staan. Met elkaar proberen mee te leven. Zorg proberen te geven. Aandacht. Laat ook daarin toch uw goede geest ons bezielen. Dat we werkelijk zorg voor elkaar dragen, aandacht voor elkaar hebben, geduld als de weg heel lang duurt, als de last heel zwaar valt, kracht en moed. Mogen er veel barmhartigheid van u, ook door handen van mensen, door ogen en harten, verspreid worden op deze aarde. Als het gaat om namen, willen we voor uw aangezicht een bijzonder de naam noemen van mevrouw van der Plas. In haar broos bestaan, zo kwetsbaar, op hoge leeftijd ook. Wees u de herder die zich over haar als schaapje ontfermt. We bedanken u dat de heer Ouwehand nu een operatie mocht ondergaan die slaagde, dat hij weer huiswaarts mocht. We danken u van harte dat u hem spaarde, dat u hem bewaarde en dat u de kennis en de kunde van de artsen zegende. Zo bidden we. We bidden voor elkaar als het vanavond heel even zo ging met het woord van de heiland over zwangerschap en geboorte. Alles wat dat met ons kan doen, als het maar te sprake komt. Als dat voor ons een heel gevoelige plek kan zijn. En alleen al het noemen en benoemen ervan zoveel kan oprakelen. Heere, ontfermt u zich ook daarin, ook als dat vaak stille kruisen zijn. Die op verschillende wijzen worden meegedragen in het leven. We denken ook aan hen bij wie de geboorte van een kind, gelijk ook het afscheid van een kind, moest betekenen. Sterven rond geboorte, in moederschoot of kort daarna. We bidden voor elkaar, voor alle rouwdragenden, voor hen die kinderen moeten missen. Maar ook als we vaders en moeders moeten missen, broers of zussen, of wie dan ook. God van alle vertroosting, wees met ons. Zo bidden we u. We bidden tot u, voor het volle leven, voor onze verantwoordelijkheden, voor het dagelijks leven, ons dagelijks bestaan, ons dagelijks werk. In bijzonder dragen we elkaar aan u op als we voor veranderingen staan, als er spannende tijden aanbreken, als het leven een andere koers neemt. Geef wijsheid, geef ook daarin moed en kracht.
bidden voor deze week. We dragen bijzonder Marco en Corinda aan u op. Met heel hun familie. Als zij zich moeten voorbereiden op de begrafenis van hun vader. Die zo onverwachts gestorven is. In huis gevonden werd. Ontfermt u zich over hen. Met het vele dat aan donkerheid en verdriet, ook al mag het getroost verdriet zijn, dat er om hen heen hangt. Geef dat het troost zal zijn voor hen, op de dag van de begrafenis in de dagen daartussen. Geef dat het troost zal zijn voor allen die zo heel hard troost nodig hebben. Geef dat wij allen uw troost mogen kennen, dat bidden we. Om Jezus wil daarin. En zo bidden we ook om de vervulling van uw woord. Mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid in het uitzien naar uw heil met heet verlangen, zongen wij. En we zongen ook, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dat is mijn troost en druk me toegelegd. Het woord van onze meester. Dat hij over droefheid sprak. Maar ook, uw droefheid zal tot blijdschap worden. O God van alle genade, doe ons niet zijn van de wereld. Dat we ons verblijden als we Jezus niet zien. Maar doe ons de droefheid om Christus kennen. En doe ons in die droefheid uw kracht ervaren. En te midden van alle smart en druk, benauwdheid en pijn, gemis en verlangen, doe ons daarin troosten met het woord van uw belofte en laat komen het moment dat alle tranen van de ogen afgewist worden, dat droefheid tot blijdschap zal worden, dat de druk verwisseld zal worden in geluk, dat onze tranen in uw fles vergaat, zullen uitgegoten worden, omdat de vreugde komt. Wij hunkeren naar uw heil, Heere, in de vergeving onze zonden. Om Jezus wil bidden we, laat komen uw rijk, de vrede van Jeruzalem, uw gerechtigheid, in berg en dal, over de hele wereld, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal aanbreken, uw naam tot eer en tot verslagenheid voorgoed van alles wat donker en duivels is. Zo bidden we. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte het lied van geloof van Psalm 56. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt ge in uw fles vergaat. Is hun getal niet in uw boek bewaard en op uw rol geschreven? En ook het vijfde vers, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 4 en 5.
Gaat heen in vrede en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.